Hallo allemaal. Hier spreekt de hoofd Klojo. Ik ben namelijk qua Klojo X-score. Ik heb een Klojo score, dat wil je niet weten gewoon. Hè? En vanwege mijn Klojo genegenheid dacht ik van kom, ik ga jullie nog een keertje, jullie, mijn mede Klojo's, hè? Jullie Klojo's, eventjes lastig vallen. Met iets over 9-11. Door degenen die mij een klein beetje kennen, die weet dat 9-11, dat raak ik me aan de nasse. Daar ben ik zo klaar mee. Verschrikkelijk. Kijk, dat mensen kunnen liegen. Kijk, ik doe het elke dag. Dus dat verbaast me. En niks dat mensen kunnen liegen. Maar je liegt wel met een reden, hè? En hier gaan we, ik ga het jullie allemaal voorlezen, want jullie lezen zelf helemaal geen internet. Van, geen tijd voor hoor, ik moet de barbecue vervangen. Of zo, weet ik veel wat je moet doen. Dus ik lees het wel even voor. We hebben het hier over de revue. En de revue, dat is een, dus revue betekent opnieuw bekijken. En vue is zien. En de revue is dus opnieuw. Hè. Re, en dat is repeteren. Hè. Ja, zo ziet het er mooier uit. Hè. Dat moet ook voor jullie leuk zijn, natuurlijk. Niet alleen dat ik hier een beetje loop te masturberen, maar dat jullie ook een geintje hebben. Ja, allemaal lekker lachen. Nou, we gaan, mensen. Het gaat hier om een tekst van de revue. En het is in het kader van dus een Blendl-bijeenkomst. Ik weet echt niet wat het is hoor. Kijk, kan ik hier klikken? Ja, Blendl. Zal weer iets grappigs zijn. Een Nobelprijs of zo. De Gouden Pen. Mensen, mag ik huilen achter de microfoon? Of mannen, mag een man? Ja, verschrikkelijk. Hè? De Gouden Leugenaar of zo. En het gaat bij deze... Het gaat bij deze award om het meest gelezen artikel. Ja, ja. Het meest gelezen. En heb je ook hier Joost Zwagerman. En dat hij Joods is, dat is natuurlijk een conspiratietheorie. En die werd dus 30.000 keer geleden gelezen. En toen pleegde hij zelfmoord. Nou, en dan snap je de teneur. Ik weet niet of jullie dat woord kennen, jullie als mede-klojo, maar teneur is een Nederlands woord. Is iets als trend of een achterliggend geurtje of zo. Hè? Deze man, ik kan natuurlijk niet gaan vragen hoe deze auteur heet. Hè? Ofwel, nee, Danny Cox. Danny Cox. Oh, we kunnen hem nog op gaan zoeken ook. Ja. Nou, dat scheelt dan weer. Nou, we gaan voorlezen. Het gaat over 9-11, dit artikel. En het is dus, heeft een prijs gewonnen of zo, ergens in 2015. Dus 9-11, dat was dus 2001, dus het is 14 jaar na dato. Gaan we het nog eventjes hebben over 9-11. Want wij, klojo's, wij snappen niets van natuurkunde. Dus wij denken gewoon, ja, gebouwen die storten in en die storten uit. Nee. We maken het uit of het een in- of een uitstorting is. Als je zo'n hoog gebouw maakt, ja, vroeg of laat gaat daar een vliegtuig tegenaan. Wij geloven alles. Dan heb je natuurlijk behalve die twee torens, heb je ook dat derde torentje. Die had maar 47 verdiepingen. En ik wil jullie allemaal even vragen om even in te denken hoeveel 47 verdiepingen zijn. Best wel veel hoor, met een hoog gebouw. En die ging in 6,7 seconden op in stof. En Danny Dojoenko, dat is een Nederlander, die was stom verbaasd toen hij die videobeelden zag. Die ga ik zo dadelijk nog even bijpakken. Dan zijn we echt klaar met 9-11. Hè? Maar ook hoe journalisten liegen. En jullie mogen echt begrijpen, snappen, duidelijk zijn dat een journalist die liegt, die pleegt een misdrijf. Dat ik lieg,
Als mijn dochter vraagt, heb je gisteren een leuke dag gehad, pap? En dan zeg ik, ja schat, ging prima. Er was van A tot Z gelogen natuurlijk, maar ik ben niet in functie. En ik wil mijn dochter geen zorgen bezorgen, dus ik zeg gewoon, nee, dat ging goed, joh. Ik lieg tegen de klip op. In mijn dagelijks leven, en dat mag ook, dat mag elke dag. Maar je mag het niet als journalist. Dat is een misdrijf. Of we spreken gewoon af hier in Nederland. Nou, weet je wat, de wet, dat is gewoon een boekje. En voor de rest moet je een beetje betalen aan de paus voor een aflaat. En dan kom je er overal mee weg. Maar dat betekent dat ik Danny Cox mag doden. Dus Danny Cox, die kan gaan kiezen, wil hij zich aan de wet houden of wil hij dat ik wetteloos word. Want ik moet wel leven namelijk. En ik heb geen behoefte aan leugenaars als Danny Cox. Dit was gewoon alleen maar de intro, hè? Niet dat iedereen nou denkt van, oh, wat is die boos. Kijk. Nou, het verhaal is dit de smoking gun van 9/11. Hè? Dat is zijn these. Nou, waar gaat het om? Ik weet niet of ik heel makkelijk kan switchen. Even proberen. Ik heb mijn presentatiemode staan. En dan moet je altijd weer... Oh shit, dit gaat dus fout. Kut. Ja, goed. Ja, dan ben ik helemaal af, mensen. Waar was ik? Hier was ik. Ja, en dan de volgende tab. AUB. Ja, oh daar. Hier hebben we het over. Ja. Dit is een website. En die heet AE911. En de rest moet je zelf maar uitzoeken. En die leading guy, dat is deze meneer. Die heet Richard Gage. En dat is gewoon een hele aardige, vriendelijke, niet al te rijke, maar wel doorzettende man. En wat zijn organisatie doet, is ze focussen zichzelf, zij richten zichzelf, uitsluitend op WTC nummer 7. Dus niet over 1 en 2, die Twin Towers, dat doen ze niet aan. Maar het gaat alleen maar om het gebouw nummer 7. En dat ging dus om iets van 10 voor half 6, 10 voor half 5, lokale tijd al daar. En bij ons thuis, hier in Nederland, was dat dus 11:30 s'avonds. Het heeft niemand op tv gezien. Want toen lagen we allemaal in bed. En het ineenstorten van dat gebouw, dat slaat helemaal nergens op. Door het ineenstorten van WTC 1 en WTC 2, dat slaat al helemaal nergens op. Maar die andere is echt, zullen we gewoon even naar kijken. Oh jee. We hebben nou weer een videoprobleem. Gaan we gewoon lekker terug. Kom. Nou zeg, opnieuw hoor. A, E, ja, daar moeten we naartoe. Gewoon door blijven zetten. Je moet niet bang zijn, hè? Want ik ga het jullie allemaal uitleggen hoe het in elkaar zit. Nou, kijk. Wat? Nou ja, de video dus nog exist. Ah, dat is echt kut. Maar dat ding kan je echt zien downvallen, hoor. Zo, kan je prima zien dat daar niets aan klopt. Ik pak gewoon even een regular erbij. Hè? Je hebt nog eventjes tijd, toch? Dit gaat over geschiedenis. En je hebt vast heel erg lang op school gezeten. En heb je ook heel lang naar een leraar moeten luisteren. En dacht van, oh, wanneer mag ik weg? Ik wil gewoon weg. Ik doe gewoon WTC7 en dan collapse. Kun je het zelf zien. Ik doe de audio even uit, dat is toch niet belangrijk. Dit zijn die brandjes die er waren.
En hier zie je hem gaan. We gaan gewoon, ik praat er eventjes doorheen, gewoon om het gezellig te houden. Dit zijn die brandweermannen en ze wisten allemaal big shit, big shit, big shit is gonna happen. Iedereen was verdoofd van angsten. Dus het is 4:50, dus het is 5:10. 5:10 's middags. Hier zie je die branden. Dit is een gebouw van 47 verdiepingen, hè? Structural steel, weet ik veel. En daaronder brandt niks. Er brandt gewoon wat. Er zit, ja, is een brandje. Als je er water op doet, dan krijg je stoom. Wat zien we hier nou allemaal? Ja. Hij zakt in elkaar. Kijk, oh ja, hij is nou in elkaar gezakt, denk ik. Jeetje, man. Maar hij staat nog steeds. We hebben het over het WTC 7. Dat heet ook wel het Salomons. Of Solomons. Solomons Building. Het gebouw van Salomo. Kijk, daar zie je hem gaan. Linksbovenin, de penthouse. Is in één keer weg. En dan begint hij. Hoppa. Zie je de penthouse gaan? En dan even wachten, even wachten. Pizza! Pizza! Dit hele gebeuren dat duurde 6,7 seconden. Het was een gebouw van 47 verdiepingen. En er zijn dus mensen die hebben verstand van natuurkunde. En die kunnen ook een beetje wiskunde. Als je geen wiskunde kan, dan kan je natuurkunde lekker in je... Ja. En die snappen wel dat dit... Dat gaat niet zomaar, hè? Je kan niet zomaar in één keer een gebouw van 47 verdiepingen... Oh, wat gebeurt er nou, zeg? En dan gaat hij. Hoppa, weg ermee. Kijk, nog een keertje. En dit gaat niet in één keer... Dit kan niet door die, er was een brand op de, dat gaan we zo dadelijk even lezen, op de 7e en de 13e verdieping. Wat een asshole is deze journalist, man. Ja. Dit snap je nou wel, hè? En nu ga ik het voorlezen. Even de presentatiemodus starten. Ja. Beetje groter misschien. Dat jullie het goed kunnen meelezen, hè? Dit is het verhaal van Danny Cox. Mijn vader was een kok. Die heette dus Winkel, net als ik. Maar hij zit hier iets te koken. Dit slaat helemaal nergens op. Hij begint dus. Het gaat over het gebouw wat je net zag. Hè? Dus die volkomen onverklaarbare ineenstorting binnen 6,7 seconden van een gebouw van 47 verdiepingen hoog. Opgetrokken uit staal. En als je niet weet wat staal is, dan neem een mes. Hè? Je hebt vast wel een mes. Het zal wel een stalen mes zijn. Roestvrij staal noemen ze dat. Dat is consumentenstaal. En leg dat mes maar eens op de barbecue. En kijk maar wanneer het gaat bezwijken. Hè? Ik lees voor. Het dodelijke ongeluk van prinses Di. Dat mag je er helemaal niet zeggen, want zij heet Diana. Dit is de eerste belediging die hij er even uitflapt. Hè? In een Parijse autotunnel. Nee, dat is een specifieke tunnel. En boven de plek waar zij verongelukt is, is een monument opgericht. Ja, het is niet zomaar een tunneltje in Parijs, ben jij gek? Het dodelijk ongeluk van prinses Diana in de bekende Parijse autotunnel was het werk van de Britse Special Forces. Nee, dat was helemaal niet waar. Dat was het werk van de paus. Je moet niet tegen de paus ingaan, hè?
Maar dat was niet de Britse Special Forces, ben jij gek? Prinses Diana, die ging een beetje lopen doen tegen het volk. En als er iets is waar de paus een pesthekel aan heeft, is dat aardig doen tegen het volk. Want de paus die houdt van onderdrukking. Want anders kan hij zijn eigen vissenhoed niet betalen. JFK werd in Dallas niet neergeknald door Lee Harvey Oswald, maar door de CIA. JFK, die meneer heet John F. Kennedy, het was een bepaalde president en die wilde niet meegaan met de paus. Want meneer John F. Kennedy, alhoewel hij katholiek was, had besloten om in Amerika gewoon het land aan de Amerikanen te gaan geven. En de Amerikanen een eigen geldsysteem te geven. En ook vond John F. Kennedy het niet zo'n bijster goed idee om ruzie te gaan maken met Cuba. En dat er in Israël kernwapens waren, daar had hij ook van gehoord, vond hij ook bullcrap. Ja, voor de rest is hij doodgeschoten. Dat wel. Hij is doodgeschoten, zonder meer. En door Lee Harvey Oswald, want dat was namelijk een CIA-medewerker en die werkte ook voor de KGB. Het is echt waar, hè? Zoek het maar op. En de CIA, en dat is hier wel waar, want de CIA die wordt dus genoemd door degene die de geschiedenis bestuderen. Jullie klojo's doen dat niet en daarom moet ik als klojo, als jullie hoofdklojo, jullie gaan vertellen hoe de geschiedenis in elkaar zit. Maar er zijn dus mensen die lezen de geschiedenis en die zeggen, de CIA, dat is niet de Central Intelligence Agency, ben jij gek? Dat zijn de Catholics in action. En kijk maar wie, want de CIA die komt voort uit de OSS of zo. Of zat ik, heb ik het nou weer fout? Maar de eerste hoofd van de CIA, dat was een katholiek. Die ook het AIDS-virus heeft ontwikkeld. Nou, dat is ook een hele mooie. En die pakken we ook even, daar kan ik een hele aparte uitzending over houden. Maar is het jullie opgevallen dat sinds dat we AIDS hebben, dat we geen syfilis meer kennen? Van, hé, hey, we hebben nu AIDS, maar syfilis? Nee, daar hebben we geen last meer van. Nee. Ja. Bedoeld om homo's en negers uit te roeien, dat is flauw, hè? Want ik heb geen zin om homo's uit te roeien. Daar krijg je alleen maar meer homo's van. Hè? En negers moet je ook niet uitroeien, want dan krijg je steeds meer negers. Hè? Bullcrap. En de maanlanding van Neil Armstrong is gewoon opgenomen in een filmstudio in Hollywood. Heel erg flauw. Want er is niet een dé maanlanding van Neil Armstrong. Je hebt dat gezeik met al die stomme filmpjes waarbij je niks mag zien. Ze hebben altijd de camera aan de verkeerde kant van de auto hangen. En dan moet je het maar doen met die beeldjes die je ziet. En dan heb je een leuk muziekje erbij. En dan zetten ze ook nog, this is an animation. En ja, ze hebben contact gehad met die van, hoe heet die man nou, de beroemde regisseur, Kubrick. Tuurlijk hebben ze dat gedaan. Wat dacht jij nou? Kijk, ik ben 57 jaar, ik ben ingenieur en ik heb ook gestudeerd aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, dus ik word ook het een en ander van filosofie en mij maak je niet duidelijk hoe je nou met een raket naar de maan kan vliegen. Ik snap het gewoon. Gewoon op basisdingen vind ik het gewoon gek. Nou, maar Danny Cox die wil echt omgelegd worden door mij. En die gaat gewoon lekker door. Zie hier een bloemlezing uit het favoriete tijdverdrijf van complottheoristen. Ja? Nou, dit is een term. Ja? Een bloemlezing. Ja? Nou, en wat is dan die bloemlezing? Nou, die bloemlezing is dan wat hij vindt. Hè? Hier klopt helemaal niks van. Hè? Zie hier een bloemlezing. Even kijken, waar gaat die bloemlezing dan over? Als een plumpudding?
inderdaad, 6,7 seconden voor een gebouw van 47 verdiepingen, dat lijkt mij het begrip plumpudding. Maar goed, die bloemlezing, dat is helemaal geen bloemlezing, want hij citeert helemaal niemand. Zullen we even kijken? Het ene kamp gelooft. Ja, dat is geen bloemlezing. Lul, hoe heet je ook alweer? Oh, Danny Cox. Danny Coxals. Hey, ja. Danny wiens hoofd niet op zijn nek hoeft te rusten. Danny wiens hoofd helemaal vrij wil zijn. Danny die denkt, waar is de dichtstbijzijnde guillotine? Dus er komt helemaal geen bloemlezing, hij lult gewoon uit zijn nek. Het is helemaal niet. Het slaat helemaal nergens op. Waar is de bronvermelding? Kijk, een plumpudding, een kaarsrecht en naar beneden. Wat denkt die lul wel niet? Dat ik 4 jaar oud ben of zo? Dat ik een Teletubby ben die naar zijn lala nieuws wil luisteren? Die lul die gaat maar in de school! En je leert eerst maar eens van wiskunde. En voordat je dit beroep mag, ik krijg jouw salaris. Ik zal je naam nog even oplezen. Danny. Hey, Donny jongen. Wat heb jij het laatste jaar verdiend? Zou ik daar de helft van mogen hebben? Ja? Omdat ik jou eventjes nu de les lees? Dat je dit niet mag opschrijven? Dat je hier een misdrijf pleegt? Stomme revue-medewerker dat je bent. En verklaar mij maar voor gek. Maar jij durft mij niet onder ogen te komen, Danny Coxhals. Dat durf je niet. Je verschuilt je achter een advocaat. En je zegt, oh, ik ben beledigd. Yo, ik heb namelijk gelogen als journalist in functie. En Perry Franciscus Martinez Winkel, Rodeburgstraat 33 Arnhem, die kwam erachter. En jouw ass gaat hangen, jongen. Denk jij echt dat je hiermee wegkomt, Danny? Of besta jij helemaal niet? Nee. Is er gewoon een team en die noemt zichzelf Danny Cox? Danny Cox als wij gaan met z'n allen hangen. Wij hangen met z'n allen. Het favoriete... Ik lees even door, Danny. Vind je het niet erg, hè? Het is jouw tekst, hè? Het favoriete tijdverdrijf van complottheoristen. Kwade opzet vermoeden achter... Dat was een beetje Duits. Achter gebeurtenissen die de koers van de wereldgeschiedenis hebben verlegd. Sinds 9-11 hebben ze er een nieuw stokpaardje bij. Nou, hier heb ik echt zin om te gaan knippen, want hier gaat hij dus grofweg. Hij weet dat het niet zeker, hè? Absoluut niet. Hè? En heeft het over complotdenkers, ik weet echt niet wie dat zijn. Hè? Die zijn er verdeeld in 2 kampen. Het ene gelooft dat de Amerikaanse overheid al lang op de hoogte was van de plannen van Al-Qaeda. Maar het bewust liet gebeuren. Het andere kamp is nog een tikkeltje radicaler. Oeh, echt waar, joh. Nog radicaler. Dat is er zelfs van overtuigd dat het Witte Huis zelf achter de aanslagen zat. Uitgevoerd met op afstand bestuurbare vliegtuigen en explosieven waarmee ze de Twin Towers in New York lieten instorten. Over het waarom bestaat onder de complottheoristen geen enkele twijfel. De aanslagen moesten Amerika een legitieme reden verschaffen om oorlogen te kunnen beginnen in Afghanistan. En dan tussen haakjes, waar ze een pijpleiding wilden aanleggen. En Irak, waar ze olievoorraden veilig wilden stellen. Nee, lul, Danny, je begrijpt er helemaal niks van. Danny, jij komt bij mij langs en ik ga je als eerste uitleggen hoe de stelling van Pythagoras werkt. Kijken of je brein überhaupt nog wel functioneert, lul dat je bent. Jij mag niet liggen in functie, Danny. Dat is een misdrijf. Je moet beseffen dat je dit geschreven hebt als journalist. En ook al heb je een teamje achter je staan. Dat je zegt, nou, die ene zin heb ik niet geschreven. Nee, maar je hebt meegewerkt. Lul!
Ik heb dit voorbereid, Danny. Kijk, ik ben iemand, hè, ik ben weliswaar geen journalist als jij. Ik ben gewoon een computerprogrammeur. Maar ik weet wel het een en ander. Hè? Dus ik bereid dingen voor. Hè? Nou, wist jij dit, Danny? Hé, ooit van gehoord? Zal ik de presentatiemodus even verstarten voor jou? Ja. Dit is meneer de paus. De paus in actie. En wat je hier ook heel mooi ziet, hè, dat is dat hier dus niets gezegd wordt over de pauze. Alleen maar een beetje gelulkoek, hè. Want dit gaat over Elisabeth I, hè. Dat was de voorganger van King James, hè. Ik ken hem wel, ook niet per se heel goed of zo, maar King James heeft wel die Bijbel even, hè, openbaar gemaakt, hè. Maar kijk, hier. Zie je dit? Danny? Hé, maar dit wist je niet, hè, Danny? Nee, want jij bent gewoon een journalist voor de revue. En je schrijft een leuk stukje. En je hoopt dat je je wijf vanavond mag neuken. Na de barbecue. In plaats dat ze gaat neuken met die andere journalist. Kijk, Danny, ik zal het je even uitleggen, jongen. Je hebt dus een pauze en die zit in Rome. Ik ga nu niet de kaart, ik ga niet Google Maps erbij pakken. Ik hoop dat jij begrijpt waar Rome ligt, hè. Nou, en in Engeland hadden ze op een gegeven moment een of andere vent. En die heette dan, was de voorganger van dit. En die had op een gegeven moment genoeg van de pauze. En die ging zijn eigen pauze spelen. Nou, daar houdt de pauze niet van. Dus de pauze is de pauze. Dat is de koning de koningen. En de heerser, hè. Dus niet zeiken, hè. En dan is dus deze naam echt een hele mooie. Oh, dit is de volgende. Wacht even. Nee, want hier hoort dus dat. Die heet Guy Fawkes. Ik pak hem nog even bij. Ja, Guy Fawkes. Ik denk zo, ja. Ja. Dat is hem. Dat is meneer de uitvoerder van de paus. En die was eventjes van plan om het hele Britse parlement, inclusief koning James I, even een enkele reis richting de hemel. Dat was 1605. Heb jij nooit gehoord, hè, toen jij in de geschiedenisles zat in jouw lullig schooltje waar ze jou niks geleerd hebben? Hè? Ga maar aanklagen, man. Sue me. Try me. Dus, waar we het over hebben? We hebben het over de globalisten. Ik zal even, dit ken je ook vast helemaal niet, want jij doet natuurlijk geen internet, hè, Donnie? Maar deze meneer weet alles over het globalisme. Niet deze man, hoor, dit is gewoon Donald Trump, maar ik bedoel dus die website. Ik kan er alles over vinden. Hij weet er ook van. Hij zit in de plot volgens mij, maar hij vertelt je wel een hele hoop dingen die correct zijn. Nou. Het is volkomen terecht om vraagtekens te zetten bij het geestelijk welbevinden van mensen die overal een samenzwering in menen te herkennen. Oh ja, joh. En waarom dan? En deze connectie klopt niet, hè? Dus het is volkomen terecht om vraagtekens te zetten, la 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 la. Toch krijgen. Toch betekent een tegenstelling. Het was hartstikke koud die dag. Toch scheen de zon af en toe prettig, of zou ik je zeggen. Of het was koud die dag. Toch had ik een warm gevoel, hè? Dus toch staat hem dat het dus niet helemaal terecht is.
om vraagtekens te zetten bij het geestelijk welbevinden van mensen die overal een samenswering in menen te herkennen. Nee, lul, Danny, even terug. Het gaat niet meer overal. Het gaat gewoon. Ik heb nou de gunpowder plot heb ik even naar voren gehaald, hè? Dat is gewoon geschiedenis, man. En jij moet mij nou niet gaan vertellen dat dingen als de gunpowder plot, dat die dan sinds 1605 zijn ze afgeschaft. Nee, dat doet de paus niet meer, hè? En de paus had ook niks te maken met Adolf Hitler, hoor. Adolf Hitler en de paus, nou, dat waren geen twee handen op één buik, hoor. Ben jij gek? Ik ben schuldig, Danny. Aan onwetendheid. En dat is het principe, is dat onvergeeflijk. Jezus zei van je mag zondigen tegen de vader en dan krijg je op je kloten, maar dan is het voorbij. Je mag zondigen tegen de zoon, dan krijg je op je kloten, maar dan is het voorbij. Maar als jij zondigt tegen de Heilige Geest, jongen. You go F yourself. Toch krijgen de zogenaamde 9-11 truthers, dat slaat helemaal nergens op. Je mag hier gewoon zeggen, toch krijgen de mensen die op de hoogte zijn van zaken zoals de gunpowder plot, en ik pak er zo dadelijk nog een, hè, steun uit een heel wat geloofwaardigere hoek. Hoezo ben je ongeloofwaardig als je niet weet van de gunpowder plot? Wat ben jij van lul, jongen? Heb jij je onderbroek wel gewassen vandaag? Namelijk van een groep van ruim 2000 Amerikaanse architecten en ingenieurs. Ja, inderdaad. Ik pak hem er nog eventjes bij. Hey. Want hoeveel zijn het er namelijk? Nou, het begon ooit met 24. En inmiddels hebben we er 100 keer zoveel. En per maand komen er een paar bij. Dat is een groeifunctie. En we hebben dus hier 20.000 mensen die het gewoon steunen. Ja. En dan hebben we ook nog, maar die pak ik er, nee, die pak ik er niet bij. Ja. Maar ik ben lid, ik ben niet lid van deze site, maar wel lid van een aanverwante site. Met een mormoon aan het hoofd. Dus het inderdaad ruim, dus gaat richting 2500 Amerikaanse architecten en ingenieurs. Die hebben zich verenigd in de organisatie Architects and Engineers for 9-11 Truth. AE911truth.org. Oprichter van deze club kritische bouwkundigen. Dat is bullcrap. Deze club van mensen die snappen dat er iets is als een zwaartekracht en een valversnelling. Die ook wel begrijpen dat als je een stalen mes op een barbecue legt, dan kan je wachten tot het in ons weegt, maar die gaat niet buigen. Hech. Dus oprichter van deze club, die niet zo dom wenst te zijn als, hoe heet die ook alweer? Even kijken hoor, hoe heet die ook alweer? Waar staat zijn naam ook alweer? Hé? Oh, daar is die. Danny de bekokstover. Hè? Danny de ons voor de gekhouder. Hè? Dus hij vindt het volkomen terecht om vraagtekens te zetten bij mensen die natuur kunnen doen. Hè? Toch krijgen de mensen die verstand hebben van natuurkunde steun uit een hoek van andere natuurkundigen. Ja, vind je het gek? Die hebben zich verenigd. Ja, dat mag. Wij hebben als mens het recht tot vereniging. Ja? Hij is niet een kritische bouwkundige. Hij is 25 jaar werkzaam als architect in de Bay Area en lid van het American Institute of Architects. Dat klopt. Architects, dat is goed geschreven. Gage. En de zijnen eisen een nieuw onafhankelijk onderzoek naar wat het instorten van het WTC-gebouw op 11 september 2001 nu precies heeft
veroorzaakt. Want van de officiële lezing van het National Institute of Standards and Technology, klopt geen zak. Officiële lezing klopt geen zak. Dat klopt. En die lezing van het National Institute of Standards and Technology, daarvan klopt ook geen zak. Dus dat had moeten staan, want van de officiële lezingen, zoals die van het Nationaal Instituut van Standards and Technology, klopt geen zak. Er klopt ook echt helemaal niks van. Het is gewoon zo. En dat kan Danny de Kokshals, Danny de Braakman, Danny die gerechten serveert die giftig zijn. Daar kan hij moeite mee hebben, maar dan moet hij gewoon ophouden met journalist te zijn. Dan gaat hij maar gewoon macrameën in de moestuin. Flikker op, lul. Zij richten hun pijlen daarbij vooral op een wolkenkrabber die in de berichtgeving, en dit is een mooi zinnetje, altijd is overschaduwd door de Twin Towers. Echt waar. Oh, hij stond ten noorden van de Twin Towers. Even kijken hoor. Ja. 112 meter ten noorden van de Noordtoren. En net als de Twin Towers stortte dit gebouw als een plumpudding in elkaar. En dat is best gek. Maar kijk, hier ben ik het voor het eerst eens met Danny Cox. Coxhals, wat is het nou? Danny Cox, oké. Want in tegenstelling tot de twee hoofdtorens was hier helemaal geen vliegtuig ingevlogen. Het gebouw was uitsluitend geraakt door de rondvliegende brokstukken van de Noordtoren toen deze om 10.28, even kijken hoor, zou dat wel kloppen, 104 minuten nadat de kapers American Airlines vlucht 11 in de bovenste verdieping hadden, even kijken hoor. Het gebouw is alleen geraakt door de rondvliegende brokstukken van de Noordtoren. Nee, maar dat is apart. Dat wist ik niet. Ik dacht dat de Zuidtoren ook een beetje rotzooi in de... Nee hoor. En het was 104 minuten nadat de kapers... Ja. Ook het tijdstip van de ineenstorting van WTC 7 is nogal curieus. 17.20, bijna 7 uur later dan de Noordtoren. Koren op de molen van de complottheoristen is het videofragment waarin BBC-verslaggeefster Jane Stanley op de dag van de aanslagen aan de kijkers meldt dat WTC 7 zojuist is ingestort. Is dat een typfout? Zojuist ingestort. Dat klopt niet. Dat klopt wel, want Danny is hier aan het liegen. En Danny snapt wel dat hij een misdrijf aan het plegen is. En dat als ik hem tegenkom in een donker steegje met een paar vrienden van mij, of een ploeterdoder, dan gaat Danny, de kokshalser, en ik een gesprekje hebben. En ik wil best eerst met Willem-Alexander van het Koningshuis even, dat hij tegen mij zegt, Perry, hou je wel een beetje in het steegje. Kijk, en dit is dus echt waar. Ik kan het even laten zien. Pak hem even erbij terug. Hoppa. Je hoeft alleen maar dit te doen. Hoppa. Zap. Zap. En dan doe je video's. En dan doen we deze.
geen... Ja, de audio staat uit. Dat is ook wel prima. Hij heeft nou contact met Jane Stanley. Daar is ze. Ja. In beeld. En achter haar staat dat gebouw nog overeind. Je hebt die scheiding van haar. En dan moet je rechts erachter kijken, dan zie je het gebouw nog. Ja, dat is allemaal heel verklaarbaar. Ja. Het gebouw van 47 verdiepingen. Opgetrokken uit industrieel staal of constructural steel. Dus echt bouwstaal. Dus iets meer kwaliteit als dat lullige mesje wat je gekocht had bij de blokker. Gewoon echt beter staal. Maar het is allemaal heel logisch hoor, dat verdween in één keer. De kunst van het liegen is heel belangrijk. Doe even op pauze hier. Dan ga ik even kijken of we klaar zijn. Ja, precies. Maar het meest verdacht. Dat klopt wel. Nou, ik lees even door. Precies zoals je wel eens op televisie ziet als ze in Las Vegas. Dat slaat helemaal nergens op. Hoezo in Las Vegas? Ze blazen ook gebouwen op in Buikslotermeer. Een oud hotel met de grond gelijk maken. Nee, hotel slaat helemaal nergens op. Het gaat gewoon om gebouwen. Af en toe is een gebouw gewoon klaar. En momenteel wordt om mij heen wordt gewoon gesloopt met de hand. Maar je kan hem ook laten ploffen. En aan het slopen van zulke enorme gebouwen gaan maanden van planning vooraf, ja. En ook worden met het uiterste nauwkeurigheid precies de juiste hoeveelheden springstof geplaatst bij precies de juiste dragende staalbalken en steunkolommen. Dus allemaal gelul in de ruimte. Dit is Danny Jovenko. En ik doe nou de audio aan, dat jullie het ook goed kunnen horen. Over in het complot hebben het vaak over gebouw nummer 7. Dat was een wolkenkrabber van 47 verdiepingen naast de Twin Towers. Op 11 september 2001 heeft er onbevangen. Ja. Zie je vanaf boven gaan? Nee, je gaat vanaf onder. Die gaat vanaf onder, ja. Toch? Ja. Ze hebben gewoon kolommen weggeblazen. Ze is nagesprongen. Dit valt anders als het World Trade Center. Vind je niet dan? Ja, je ziet het. De onderste verdiepingen gaan eerst. Ja, en de rest zakt er gewoon in. Dus dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nasprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Het heeft een team gedaan van experts. Maar dit is ook op 11 september gebeurd. Dezelfde dag? Dezelfde dag. Dezelfde dag? Weet je dat zeker? Ja. Was het zeker weten de 11e? Dat kan heel waar zijn. 7 uur nadat de World Trade Center naar beneden viel. Ja? Hebben ze hard gewerkt? Kijk. In het officiële onderzoeksrapport van FEMA staat dat ze niet kunnen verklaren waarom gebouw nummer 7 is in. Ja, dit hebben we allemaal gezien. Kijk, en dan krijgen we hier met name de branden tussen de 7e en de 13e verdieping. Zorgde ervoor dat stalen steunbalken begonnen uit te zetten. Dat zorgde voor een kettingreactie, waardoor uiteindelijk ook de bovenste verdiepingen begonnen in te storten. Dat klopt helemaal niet, want je hebt gezien dat het penthouse ging als eerste. Het penthouse. En niet een kettingreactie of zo. Hoe ging dat penthouse omlaag? Meneer Danny. Ik kijk even door naar iets. Nou, dit is dan weer aardig. Door wie en waarom? Nou, dat weten we gewoon, hè. Dat was de paus. De paus, dat is de aanvoerder van het globalisme. De paus die wil
One World Religion. De paus wil One World Currency. En waarom wil hij dat? Nou, hij is namelijk de baas van de religies. En dan krijgt hij unlimited money. Dan heeft de paus voor altijd vakantie. Dus laten wij vooral mensen... Laten we onze vrouwen verkrachten. En onze broeders en zussen laten vermoorden. En laten wij mensen als Danny Coxhals... Hè? Ik ben dyslectisch, hè. Danny Cox, dinges. Danny... Nou ja, ik kan het niet uitspreken. Danny Kots. En die werkt fijn mee met de paus. Want dan heeft Danny Kots heeft ook lekker een pensioentje zo dadelijk. Hè. Totdat ik hem natuurlijk een keer tegenkom. Hè. Dan neem ik hem zijn pensioen af. En dan ga ik dat geven aan de kinderen die het verdiend hebben. Maar Danny heeft niets verdiend. Ik vond het een mooie klojo-uitzending. En tot de volgende.